Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Nog steeds niet verhuisd, maar wel een update. Ik heb wat voorzichtig oude spullen weten te vinden op Marktplaats voor mijn schaduwstation. Dit zijn oude Engelse wissels. En twee werkten er goed. Dat zullen dan deze twee zijn. En één haperde af en toe. En dat zal dan deze zijn. Hij doet het soms beter dan anders. Laat ik het daarop houden. Daar ging het mij om. Maar wat ik erbij kreeg was één bak zooi. En omdat dit dus een schaduwstation gaat worden. Ja, het maakt mij niet zo uit hoe het eruit ziet. Alleen die bak zooi, die doet niet zo heel veel meer. In deze wissels zitten twee staaldraden. Ik denk dat die een beetje verweerd zijn. Deze twee, op het moment dat de wissel omgezet wordt, zo, zouden deze dat ding moeten verplaatsen. Maar in de loop der jaren is dit plastic dusdanig verweerd geraakt dat dit veel te stroef gaat voor deze paar draden. Eigenlijk een van de opties om het op te lossen is sterkere draden. Die heb ik niet op dit moment. Ik heb er nog niet over nagedacht wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken. Het zou natuurlijk iets moeten zijn wat niet snel verbuigt en lang in dezelfde vorm blijft. Ja, misschien dit, maar ja, dit verbuigt redelijk snel en is te dik eigenlijk. Dus dat was niet de oplossing waar ik naartoe ging toen ik hier ging repareren. Dan ga ik even proberen hier de kabels weer terug te krijgen zodat die weer dicht kan. Zo, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hop, het schroef erop. Nee, wat ik hiermee ga doen, zo is ongeveer goed, is, ja, ze worden er niet mooier op. Je moet het niet doen. Het mooie deel van je baan. Maar voor een schaduwstation, ik ga daar wat plastic wegknippen. Zo. Iets wat ik hier al heb gedaan. Deze zaten allebei net zo vast. Deden allebei net zo weinig. En ik heb hier deze hele pin vrijgemaakt. Behalve hier in de hoek. En ik heb hier nog een biels weggehaald. Deze zat te drukken tegen de spoorstaaf aan. Zodat hij niet meer bewoog. En hij doet het bijna. Ik denk dat het laatste stukje. Ja, het zal even zoeken zijn. Ergens. Een van deze bielsen. Hier en waarschijnlijk op het einde. Zorgt er nu nog voor dat hij niet helemaal sluit. Oh. En zoals ik zei, deze hoeven er niet goed uit te zien. Ze komen er te liggen. Ik zorg ervoor dat ze een beetje vast liggen. En dat is het. Dus ik haal er, zo, daar gaat een heel stuk. Ik haal er gewoon stukken uit. Hoe zonde dat het ook mag zijn met deze oudjes. Maar kapot zijn ze. En als ik ze weer aan de gang kan krijgen, is het alleen maar mooi meegenomen. In eerste instantie dacht ik iets te gaan doen met olie. Maar dat lijkt mij geen goed idee. Dan wordt het ding alleen maar viezer van. Dit laatste beetje, ja, ik voel hem ook stroef gaan, komt door, ja, welke zou het zijn?
net niet genoeg voor een betrouwbare werking. Dan heb ik ook wel het idee dat hier wel meer verbogen is. Tja. Heeft iemand misschien een suggestie voor sterke, dunne staaldraden? Want dat zou de oplossing zijn voor dit. Dat laatste stukje, dat redt hij dan makkelijk met een sterkere draad. Ik hoorde ook van veel mensen, dat ik wat rond het vragen was, dat ze deze seinen eraf haalden. Die zijn zo ontzettend lelijk, snap ik. Maar zoals gezegd, ik ga ze gebruiken in een schaduwstation. Ja. Nee, ik heb dus nog een alternatief nodig voor deze draden. Kom. En dus ik ga hier nog verder kijken of ik stukjes plastic weg kan halen, zodat ik een werkende wissel ga krijgen. Het is bonusmateriaal. Het is extra. Ik ga zo weer terug aan de gang in mijn huis. Het einde nadert, het is bijna klaar. Ik hoop als deze video uitkomt, een week later echt te gaan verhuizen. En daarna langzaam opnames te gaan maken in mijn nieuwe treinzolder. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Oh ja, like en subscribe en laat berichten achter, zeker als je een idee hebt over een vervanging van de draden die er nu in zitten, die stalen pinnen, voor sterkere varianten, zodat ik deze nog wat beter kan laten werken. En tot de volgende keer.